Oké, okay, welkom iedereen bij nog een nieuwe aflevering van We Break The Tunes, de podcast in, de, in het kantoor van Walbomers Music. En we zijn vandaag met Zero7 Deu. Ja, toch. Welkom. Lekker bro? Ja, lekker met jou? Lekker maar, goed ben, man. Goed dat je er bent man, goed dat je er bent. Voordat we beginnen wil ik zeggen, als je dit op Spotify luistert, volg de podcast. Sorry, als je dit op YouTube luistert, abonneer op het kanaal. En dan krijg je nog veel meer leuke dingen te zien. Uh, ja. Zero, welkom man. Thanks man. Uh, ik wilde eigenlijk beginnen met je naam, Zero Seb Deu. Toch? Waar komt die vandaan? Waar komt die vandaan? Uh, het was niet altijd Zero Seb Deu eigenlijk. Dat is ook niet oh. iets wat, uh, wat veel mensen weten. Oh echt? Uh, ja man. Het was uh, altijd uh, In Dutch Lion. In uh, Dutch? Uh, ja, ik was nog jong. Dus <laughs> je heet toch? Het <laughs> is een rare naam. Maar uh, dat was die mix van Indonesisch, oh. Nederlands en dan mijn sterrenbeeld Leeuw, weet je. Oh, oké. Okay. En toen dacht ik van, uh, ja, ik weet niet, ik vond hem niet zo'n passende naam of zo. Yeah. Ik maakte toen ook nog, uh, ik wou toen ook nog in het Engels gaan rappen. Ik oh, begon echt? met in het Engels rappen, maar het accent was te, te veel. Yeah. Daar ben ik mee gekapt. Toen, uh, nou ja, dat, uh, toen kwam het Fransen. Ik had op school gewoon uh, natuurlijk Frans. Yeah. Ik had het goed in, had altijd hoge cijfers, had een mooie taal. kluisterde luisterde veel Franse muziek. Yeah. Uh, ik was altijd gewoon goed in en uh, nou ja toen uh, ik een beetje zo uh, ben ik op die naam gekomen 072 dus ik heb de, het 072 in het Frans ja. dus gewoon waar ik vandaan kom waar ik ben opgegroeid dat is Heerewaard Ik ben geboren in Delfzijl Groningen alleen ik ben uh, op mijn vijfde zesde ben ik verhuisd naar Heerewaard oké okay. en uh, ik ben daar eigenlijk opgegroeid ja dus vandaar ook dat ik uh, meer die stad represent natuurlijk ja precies en uh, nou ja toen dacht ik van ik mix dat met Frans ja Oké, okay, nee, over die talen, over die Franse taal en andere talen gaan we het straks nog meer hebben. Toch? Maar uh, meer eens even over Heurugo Want waar, waar denk je aan als je denkt aan Heurugo Waar denk ik als eerste aan? Waar denk ik als eerste aan? Uh, ja, voor, voor, voor mij persoonlijk, waar ik aan denk. Ja. Of wat de stad is. Nee, jij, wat voor gevoel geeft het jou? Of wat voor herinneringen geeft het jou? Ja, echt waar gewoon. Uh, uh, waar muziek voor mij echt uh, niet begonnen is, maar waar het echt. Uh, Serieus is geworden. Ja. Eigenlijk. Ja. Uh, ja, waar ik mijn basis heb gelegd. Ja. Die ik nu ken, die ik nu omga en zo. Dus uh, dat, uh, dat, daar denk ik dan als eerste aan. Ja. Dus je jeugd en waar het begon, ja, waar je ontwikkelde ja. eigenlijk naar mm -hmm. degene die je nu bent. Ja. Ik zat te denken: Heru Gewaard, zijn er eigenlijk andere artiesten of mensen die ik moet kennen? Of die mensen kennen? Bekend. Ja, nee, dan ga je toch echt richting ook maar. Oh ja, dat is daar natuurlijk. Uh, ja, uh, yeah. daar komen meer de bekende artiesten vandaan. Yeah. Ja, er zijn wel veel jongens natuurlijk die muziek maken en yeah. komen ze maar echt qua gevestigd yeah. talent. Nee, dat, dat is er niet uh, daar. Er zit wel dus... veel talent, maar ja, het is nog niet bekend. Ja, oké, okay. ja, dan maakt het nog meer sens dat, dat je dat je naam zero's hebt deus toch. Want dan ja. kan je het op de map zetten. Precies, ja, <laughs> ja hoewel het is hetzelfde als, maar dat is ook 072. Maar... Oh ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. True, true. Yeah. Alsnog, alsnog. alsnog. Oké. Okay. Uh, en nog even wat meer over je jeugd. Want op de middelbare school bijvoorbeeld. Wat voor jongetje, welke jongetje was jij in de klas? Of welke M rol verveelde jij? Middelbare school? Ik was altijd degene die vatoes maakte, man. Ik ah, echt waar? Ja, man. hem uh, ja. jokes. Ja. Klaas clown, om het zo maar te ja. zeggen. Ja. Maar was je ook vervelend dan richting leraren en zo? Nou ja, vervelend wil ik niet zeggen. Maar... Uh, ik maakte wel gewoon altijd grapjes. Ik heb wel periodes gehad natuurlijk dat ik vervelend uh, was dat ik veel uit de les gezet werd en zo. Yeah. Maar ja, dat heeft iedereen vast wel meegemaakt. Ik denk, dat grotendeels van de mensen yeah. die middelbare school zitten, hebben dat wel meegemaakt. Yeah. Maar uh, ja, ik was niet echt uh, een stille, stille guy of zo in de klas. <laughs> mm -hmm. Ik was wel altijd gewoon aanwezig. Ik was met iedereen uh, iedereen praatje maken. En zo. Yeah. Ja, man, daar kan ik me ook in vinden man. Uh, Oké, okay, dan gaan we even naar je muziek. Want je zei net al, uh, je, vond, je vindt Frans een mooie taal. Ja. En je begon in Engels te rappen en volgens mij, ik weet niet zeker, maar volgens mij hoorde ik je ook in Spaans rappen of zingen. Ja, klopt man. Zeg maar klop. dat zijn al vier talen, zeg maar. Ja. <laughs> waar heb je dat geleerd eigenlijk en waarom die keuze ook? Om dat allemaal waar, in te zetten. Waar heb ik dat geleerd? Ja, Engels is natuurlijk, dat wordt heel veel sowieso verwerkt in de, in de Nederlandse Urban Scene. Mm -hmm. Dat je een beetje die woordjes overneemt en zo natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat is het Engelse en Nederlands, ja. Logisch, de ja. Nederlandse zin. <laughs> ja. Frans natuurlijk, uh, omdat ik dat gewoon. Uh, ja. Ik vind het gewoon een mooie taal, ik ben er goed in. Ja. Ja, ik kan gewoon redelijk overweg. Aan. Ja. En uh, ja, Spaans is eigenlijk gekomen met, uh, met Varobiet. Eigenlijk pas dit jaar. Dus, uh, Oké, okay. en Varo Beats is, voor de mensen die het niet weten? Uh, ja, waar ik, uh, nou ja, als ze mijn muziek luisteren, dan uh, hebben ze hem heel veel uh, gehoord eigenlijk als uh, beatmaker. Ja. Ja, 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 een beetje een vaste producer. Ja, de, juist, van, ja. Van veel uh, veel st grote stappen gezet dit jaar met hem. Ja. De voor mijn doen vind ik het grote stappen. Ja, zeker. Uh, zeker, uh, ja. zeker, zeker oké, okay. ja en jij denkt gewoon, ik kan deze talen dus dan ga ik het allemaal gewoon uh, in mijn muziek verwerken ook ja, niet zozeer dat ik het kan, dat is dus het leuke met dat Spaanse um, <tie> ik, ik heb eigenlijk niet echt een idee wat ik zeg kijk, ik, <tie> we, zitten gewoon, we zitten gewoon zeg maar in de studio, weet je we zitten gewoon in de studio <tie> en uh, we komen daar samen bezig met reggaeton te maken want dat, daar focust hij zich zeg maar op mm -hmm. um, en uh, nou ja, ik ben ik, ik kan alle stijlen wel gewoon doen qua muziek, dus ik vind het ook niet erg om wat nieuws te proberen en uh, nou ja toen uh, kwam hij met het idee van yo uh, wat nou als we wat als we in het spaans wat gaan maken yeah. dat jij gewoon uh, ja eigenlijk in de nederlandse tekst maakt en ik vertaal het gewoon naar het spaans en ja uh, yeah. en dan ga je dat zo uh, rappen of zingen eigenlijk <laughs> yeah. um, ja ja zo, zo is dat eigenlijk tot stand gekomen okay. En uh, nice ja qua uitspraak heb ik gewoon uh, dat ik gewoon ja, een talenknobbel heb van mezelf. Ja, klopt, want je hoort helemaal niet... Uh, kijk, bij de meeste mensen die een andere taal proberen, zoals Engels ook... Ja. dan denk je gelijk van, ja, doe maar niet gewoon. <laughs> ja. Maar bij jou, het, ja, het klinkt wel legit gewoon. Ja, ja. Ik, ik, ik zou het niet weten, want ik spreek die taal niet. Maar uh, <laughs> nee. ik, ik hoor van mensen, ik, vraag, ik stuur het dan wel eens naar mensen die Spaans kunnen. En ja, ja Faro zelf zegt ook van, uh, ja. je hoort het wel een beetje, maar... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar niet van stoppen mee, van dit klinkt echt heel nee, stijf ja. of zo. Ja. Ja, toch? Oké, okay. nee, dat is nice, man. Dat is nice. Uh, waar ik het ook even over wilde hebben is, <tosses> aan het begin uh, maakte je meer echte raptracks. Ja. Dus echt meer harde rap, punchlines en gewoon rauw. Maar nu, sinds dit jaar of misschien 2019, is het iets meer zachter geworden en meer liefde ook als onderwerp. Ja. En, uh, wa waarom die keuze en hoe, eigenlijk hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen? Um, ja, dat Zeg maar die verandering. Ja, ja. Uh, ja ik begon natuurlijk gewoon met, uh, met de rappen. Gewoon, um, ik, ik luisterde veel. Ja, ik was jonger, toch? Dus ik luisterde veel meer die straatreppers en zo. Mm -hmm. Zoals? Um, <coughs> ja, wie luisterde ik toen? Uh, heel, heel vroeg um, mm -hmm. uh, had je Matar. Ik weet niet of je die nog hebt. Ja, kennt. natuurlijk Matamata. Mata. Hey, ja, man. <laughs> die luisterde ik veel. Uh, ja, gewoon, uh, ja, gewoon de straatpokkels die toen echt aan waren, eigenlijk. Yeah. Um, ja. Nou, en speciaal hem, omdat ik dat nog wel herinner dat ik dat veel luisterde ja. um, dus ik dacht van uh, ja, ik wil dat ook gaan doen, ik had toen ook nog in wat wildere jaren, dat je, je kat kattenkwaad uithaalt dat soort dingetjes ja, natuurlijk. Uh, dat, maar dat werd op een gegeven moment word je gewoon ouder mm -hmm. en uh, dan wordt dat ook gewoon minder natuurlijk uh, ook een grote reden natuurlijk dat je uh, ja, als je dan een keer iets doet en uh, je wordt gepakt <laughs> ik bedoel, het heeft ook invloed op je familie natuurlijk ja, en ik zag ook gewoon van, ja, dat dat ook dingen met hun doet Snap je? Ja. Ja. En dan uh, maak je gewoon op een gegeven moment die keuze van uh, ja, ik wordt minder, of ik ga het gewoon achter me laten, weet je. Gewoon serieuze, serieuze kant op. Dus dat is wel echt de bewuste keuze van yo, ik wil minder van dit soort muziek maken en meer van dit. Ja, nou ja, je maakt natuurlijk muziek in, in wat, je, wat je leeft. Ja, dus ik precies. kan nu wel dat soort tracks gaan maken, maar ja, dat zou allemaal gelogen zijn, snap je? Ja, ik leef het niet. Ik probeer dan af en toe nog wel eens uh, wat dingetjes terug te brengen qua rappen. Zoals heb ik Cupido uitgebracht, meer een straattrack. Ja. Meer wat van, dan rap ik ook meer over vroegere dingen en zo. Ja. Uh, want dat kan natuurlijk wel. Je kan als rapper wel uh, wat dingen terugbrengen in je muziek. Maar uh, ik focus me, it, mijn focus ligt er niet meer op. Dus je zou het nog wel kunnen verwachten in de toekomst dat ik af en toe hier en daar wat uh, zoiets drop. Ja. Maar uh, mijn focus ligt toch ook wel op, op het commerciële. En, uh, ja. ja. Ook omdat er meer groei in zit bij mij heb ik gemerkt. Als ik dan zo'n straatrek drop, dan mm -hmm. uh, ja, wordt het niet zoveel bekeken als dat ik uh, een commerciële tune uh, uitbreng. Ja, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Je wilt ze gewoon geven wat ze willen. Ja, <laughs> dat eigenlijk, ze wel. ja eigenlijk wel. Je ja. ze gewoon wat ze, wil, wat ze willen. Oké. Okay. En uh, ja, ja. Dus, 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 dus in je nieuwe tracks praat je inderdaad meer ook over liefde en, en uh, dat soort dingen. Maar waar hou je die inspiratie zeg maar de, daarvan vandaan? Ja, in mijn leven gewoon. Ja? Ja. Uh, gewoon ervaringen, oude ervaringen ook die ik heb gehad in de liefde en zo. Ja dat is eigenlijk ja, perfect om gewoon te gebruiken in je muziek. Ik ben ook gewoon van mezelf gewoon een stille guy, toch? Ik praat niet veel. Mm -hmm. Ik ben gewoon een rustige jongen. Mm -hmm. En uh, ja, ik uit mijn gevoelens niet echt zozeer met, met praten of zo. Yeah. Maar uh, in mijn muziek uh, ja, lukt het toch wel wat beter. Yeah. En uh, ja, ik merk ook dat veel mensen erin kunnen herkennen en yeah. ook die dingen meemaken. Tuurlijk, zolang het echt is, uh, kunnen mensen zich ermee relaten, toch? ja daarom en je hebt ook heel snel door of iemand liegt in zijn tracks of dat, of <coughs> ja. dat het niet echt is weet je dan uh, mm -hmm. dus vandaar ook dat dat straat gebeurt dat ik het een beetje achter me laat want uh, ja, het is niet meer actueel van wie ik ben snap je ja je hoofd is niet meer zo heet als toen nee man nee nee, <laughs> nee. nee, nee. nee. oké okay, mooi weet het toch ontwikkeling ja, ja toch ja uh, oké okay, van, van al je tracks dus, dus uit die oude tijd of van die hardere rap tunes tot aan nu die love tunes zeg maar wat is dan je eigen favoriete track alles wat je hebt uitgebracht tot nu toe? Ik, ik heb niet echt een favoriete track. Dat ik zeg van die springt er echt uit voor mijzelf. Mm -hmm. Maar als ik toch echt moet kijken van uh, qua, qua inhoud en zo, dan uh, is dat toch wel voor mij de tune Geluk. Dat is voor mij mijn vijfde release dit jaar. Oké. Okay. Dus zie je ook mij als uh, kleine jongen op de cover. Ja, ja, ja klopt. Ja. En uh, ja, dat is een mix van het commerciële met het zang toch wel erin. Ja. Um, maar toch wel met wat uh, serieuzere bars ook. Gewoon wat ervaringen, levenslessen, dat soort dingen. Want daar hield ik echt van om dat uh, te doen. Dus dat heb ik uh, ja, toen ook nog uitgebracht. Ja. En uh, ja, voor mij is dat persoonlijk wel gewoon een van mijn favoriete tunes. En echt door de dingen waar je het over hebt, dus in die track. Ja, ja ook echt de uh, boodschappen mee en zo natuurlijk. Heb je misschien een klein stukje daarvan? Ben je... Van het refrein. <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, ja, de refrein is uh, soms even in de shit, maar we zoeken naar geluk. Ik ben op de grind nog. Uh, dus ja, dat, daar wil ik gewoon mee zeggen, natuurlijk. van uh, We zoeken gewoon allemaal naar geluk. Ja. Yeah. Uh, maar ja, we zitten nog wel soms even in de shit, toch? Dus iedereen mm -hmm. heeft nog wel zijn shit. Mm -hmm. Maar we zijn wel op zoek gewoon naar, naar, naar wat beters. Mm -hmm. We zijn nog steeds gewoon op de grind. Ja. Yeah. En ja, dan zeg ik in de refrein ook nog uh, ik mijn maties, uh, dat we allemaal op zoek zijn. We blijven gewoon pushen tot het lukt. Ja. Yeah. Uh, ja, dus ja, ik zeg, check die tune als je, <laughs> <Ja>. <laughs> als je, als je, als je hem nog niet kent, weet je weet toch? Want ik, ja, ik ga er wel gewoon veel dingen in. Wat, ja, het is wel motiverend. Ja. Ik vind het een motiverende track. Ik hoor van veel mensen dat ze het een motiverende track vonden. Mm -hmm. uh, ja, dat eigenlijk. Ja, nee, inderdaad. Die lijns die je net zei, dat zijn inderdaad lijns die waarschijnlijk iedereen op de wereld. Ja, natuurlijk. Kant op. Ja, al, al zijn het niet de woorden die je zou gebruiken, dan zeg maar de boodschap is wel gewoon heel. Heel ground level, zeg maar. Ja, en, uh... ja man. Dus dat is nice. Oké. Okay. <tie> Mooi. <tie> uh... Ja, ik, had ook, ik, heb, ik heb je voor deze podcast ook even gevraagd om je vier favoriete albums. Ja. En toen kwamen daar dus uit. Twee Nederlandse en twee Amerikaanse. Mm -hmm. Dus Equals, update. <tie> ja. Broederliefde, gevoelig feestje. En dan Tori Lane's, Memories Don't Die. En August Alsina. Zeg het goed. Ja, Testimony. Ja. Ja, waarom, waarom, waarom deze vier? En, en ik zie ook wel een mooie verdeling tussen Nederlands en Amerikaans. Is dat ook een beetje representatief voor jou? Ja, ja, ja ik luister niet super superveel Amerikaanse uh, Amerikaans rap. Als ik heel eerlijk moet zijn. Mm -hmm. en dan is het echt van uh, dat het één track is of zo die ik dan opzet. Ja, van precies. een bepaalde artiest. Maar gewoon niet dat, dat ik artiesten moest. volg. En als mm -hmm. ik echt artiesten moet volgen, dan ja, heb ik nu alleen Tory Lanez die ik echt uh, ja, gewoon dope vind. Dat ik gewoon regelmatig check van joh, heb je wat uitgebracht of niet. Uh, ook omdat hij uh, ja gewoon een mix heeft van rappen en heel melodieus ik hou het natuurlijk ja dat kan je horen in mijn muziek ik hou van melodieën yeah. van catchy uh, melodieën dat heeft hij gewoon heel erg hij is gewoon heel getalenteerd uh, vind ik mm -hmm. in uh, variatie ook gewoon heel gevarieerde artiest ook omdat album memories don die hoor je bijvoorbeeld ook gewoon, gewoon rap ja yeah. ook echt verhalen met inhoud hoor je yeah. maar je hoort ook gewoon bijvoorbeeld gewoon uh, heel veel melodie melodieuze pockels ja en dat is dan nog wel een recent album op zich. Uh, ja, en dan heb je nog August Alsina. Dat is een album uit uh, 2014, geloof ik. Mm -hmm. Testimony. Ja. Uh, ja. Dat is toch die guy van, uh, van die Will Smith-dinges, uh, of niet? Ja, man. Klopt, klopt. <laughs> <laughs> ja, maar nee, man. Um, <toss> en dat is toch gewoon uh, ja, echt, ook, ja, echt ook een mix van uh, gevoelig, maar toch wel realiteit. Uh, veel lofboxen erop, maar ook gewoon realiteit, dingen van, uh, uit zijn leven, dat hij gewoon uh, uit zijn strungel komt natuurlijk. Uh, ja. over zijn familie, dat soort dingen. Maar ook op een hele melodieuze manier gebracht met zang. Ja. ja, dat, ja precies. dat vond ik gewoon echt hard, dat heb ik altijd al hard gevonden. Toen ook. 2014 is alweer een tijdje terug natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb sowieso niet echt dat ik een guy ben die hele albums gaat checken en zo. Dus. Mm -hmm. Maar als ik dan een album check, dan vind ik het ook wel echt doop. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, het maakt wel sens inderdaad mm -hmm. hoe je dit nu uitlegt. Inderdaad dat je heel erg uh, dat, je, dat, je, dat je wel echt houdt van artiesten die die twee kanten hebben, ja. die zie je bij jou ook heel erg terug inderdaad. Van, je hebt die rapkant, gewoon harde rap. En dan heb ja. je die zachtere laf. Uh, of gevoeligere, eigenlijk gevoeligere ja. tracks. Klopt. Oké, okay. nee, mooi man. <coughs> ja man. Um, even kijken. Ja, ik wilde eigenlijk actualiteiten even bespreken. Hm? Gisteravond zag ik uh, een nieuwsberichtje over Octavian. Zijn UK-artiest. Um, en er kwam eigenlijk uit dat hij drie jaar lang zijn uh, nu-ex heeft uh, abused. Ja. Fysiek, verbaal en uh, emotioneel. Dus gewoon helemaal ja, is echt fucked up, zeg maar. En zijn managementteam, die zou er ook van weten. Die wist gewoon lang wat er speelde. Ja. Allemaal in de mond gehouden. Omdat het gewoon geld te verdienen is, toch? Dus echt evil. Uh, maar hij is nu in ieder geval gedropt van zijn label. En zijn album zou vandaag uitkomen. dus ook niet meer gebeurd omdat die ex dus heel veel bewijs he online heeft gegooid ja. van het abuse wat hij heeft gedaan. En het is natuurlijk iets wat elke keer weer, elk jaar, elke periode komt er wel weer een artiest uit waarvan je het niet zou verwachten misschien. Maar dat die ook allemaal dingen heeft gedaan. En de discussie die dan altijd weer uh, opkomt is: support je, zeg maar, stel je zou luisteren naar zo'n artiest. Uh, trouwens, als eerste wil ik even zeggen wat hij heeft gedaan. Dat is natuurlijk, ik, dat kan echt niet. Nee, daar hoef je niet eens over ook, te tuurlijk, praten. Nee, zeg maar, nee. toch? Van, dat is gewoon fucked op. En zijn carrière is klaar en dat is terecht. Maar uh, als, je wat, als je dat als voorbeeld gebruikt van als je naar zo'n soort artiest zou luisteren of naar een artiest zou luisteren waarbij dat uitkomt, kan je dan zeg maar nog die kunst scheiden van de artiest? Heb je daar, of heb je daar, zeg maar, hoe is dat bij jou? Bijvoorbeeld, Tory Lane's noemde hij net. Volgens mij als hij die dingen laatst natuurlijk met uh, mm, yeah. ja of dat waar Mac is, is het een ander verhaal ja precies dit is een beetje een moeilijker voorbeeld want het is dus, uh, niet echt uh, ja. ja ja voor de mensen thuis haalt My dus Megan die in je in de voet ja, geschoten zo, zo zo allegedly dat wordt ja. uh, gezegd lijkt er wel dat zo is moet ik zeggen maar ja, maar ja <laughs> maar je maar weet je toch. in ieder geval hoe, hoe kijk je naar? Heb, heb je daar moeite mee als een artiest zoiets ja, dus... doet of ja los, je het van, los van dit verhaal van die Octavian dat het heel slecht is Het verhaal heeft natuurlijk twee kanten weet je ja, klopt, klopt. Nee, maar bij deze. Ik heb het is, echt, is natuurlijk echt wel. Ik heb veel, veel bewijs gelezen. Het is, ja, maar dat het gebeurd is, natuurlijk, dat hoef je niet te ontkennen. Maar misschien ja. is er ook een reden waarom het gebeurd is, snap je? Dat weet je ja. niet. Ik bedoel, sowieso. Uh, ja. Ik wil niet uh, feministen over me heen krijgen of zo, snap je? Ja. Vrouwen worden over het algemeen wel heel erg beschermd. Ja. Dus van dat natuurlijk heel erg is wat er is gebeurd. Ja. En dit soort dingen horen niet te gebeuren. Ja. Maar je weet dus niet wat er speelt. Dus mm -hmm. dat is wel één ding. Mm -hmm. en ten tweede. Je luistert al ja al heel lang die artiest snap je? Ja. Je luistert zijn Pokkos. Mm -hmm. En de artiest die haalt zijn inspiratie uit zijn leven, die verwerkt dat in Pokkos. Mm -hmm. Dus als jij opeens niet meer zijn muziek gaat luisteren, je luistert altijd al mm -hmm. die tunes die hij heeft uitgebracht, die zouden niet zo zijn als hij niet had gedaan of was geweest nee, ja, ja, ja. zoals hij was. Ja. Snap je? Mm -hmm. Dus om dan opeens een beetje te gaan zeggen ja, nu ga ik je niet meer luisteren. Vind ik hypocriet. Want je luisterde toch al die Pokkos hoe ze, die pokkers zouden ik. niet zo zijn als ze waren. Ja. Snap je? Ik wil niet over liefde en zo dingen gaan maken... als ik het niet meegemaakt heb. Ja, tuurlijk. Ik kon niet uh, die straatdingen doen... als ik die, die straatpokkels maak en die lijns gooien als ik het niet het meegemaakt liefde, heb. Ja. Snap je? Dus als, dan gaat iemand... Uh, dus ik rap over liefde, zeg maar. Mm -hmm. en dan komen ze er opeens achter van... ja, het is niet meer waar of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 tuurlijk. Dan, of ik heb iets gedaan of zo. Ja. Uh, wat... wat, wat tegenstrijdig is voor hun mm -hmm. nee, en dan ga je hem niet meer luisteren. Ik denk van ja, maar het is wel weer hoe die pokoe tot stand is gekomen, hoe zijn tunes tot stand zijn gekomen die ja, jij is. Ja. Maar dit is dus echt verschillende visie. Want nu aan jou hoor ik dus dan jij, jij kijkt echt, jij ziet het echt gescheiden dus. Ja. Zeg maar, je, je ziet wel de. niet nee, Klopt. Maar ik het, bedoel, ja. je ziet wel de kunst op zichzelf staand als iets belangrijks. Zeg maar, en andere mensen zouden zeggen van, oké, okay, ik ik fok zeg maar niet met deze persoon, dus. Alles wat daaruit komt, hoef ik niks mee te maken te hebben. Plus, ja. wat ik ook een argument is, wat ik wel eens hoor, is... Als je, zeg maar, zijn muziek streamt, dan pakt hij wel geld op jou, zeg maar. Dus in, in, op een manier support je diegene dan wel. Ja. Maar, hij verdient maar, geld aan jou. <laughs> Snap Doe, je? Dus daar is het het ding, ding is... Doet hij, het voor, ja, doet hij het voor het geld? Natuurlijk doet hij het deels voor het geld, maar is dat op één? Je bent, art, je bent niet artiest voor het geld, snap je? Nee, klopt. Maar ik bedoel meer dat je hem dan support. Dat, 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 dat nee, is. Ja, je support maar Je support, maar. support iemand die dit soort dingen doet. Oh, ja, dat. je weet dat hij die dingen doet. Maar voor hetzelfde gaat luister je naar een hele andere artiest... en die verkracht kinderen. Ja, maar precies, jij weet het niet. Precies. Ik bedoel maar, ja, snap je? Precies. Dus het is meer, is meer van of jij het weet. Dus misschien supporten mensen nu ook wel iemand die... bijvoorbeeld ik die pedofiel is zo, Maar dat, dat ze het niet weten. Snap je? Dus het is gewoon heel hypocriet om dat om zo te denken. <laughs> je moet het gescheiden zien, maar ook, je moet het ook weer niet gescheiden zien, snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, je, je, waardeert, die, je waardeert de kunst dus gewoon heel hoog. Ja, van, het van, is ik bedoel, de, de, dat dingen die je doet, doet maken je wel tot wie je bent, snap je? Mm. En daar komt muziek uit. Mm. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En dat hypocriete, dat, ik dacht dat ook, maar dan meer op een manier van, vooral in de hip-hop zijn er heel veel artiesten die up dingen hebben gedaan toch? En dan los ja. van abuse van hun vrouw, maar bijvoorbeeld mensen vermoorden. Precies, maar het is uh, snap je? Iedereen dit en dat, heeft zeg maar. zijn redenen voor wat hij doet. Los van, 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 er zijn natuurlijk uitzonderingen, zijn grenzen. Zoals ik al zeg, kindermisbruik is gewoon een grens die niet overgaat, snap je? Ja, ja. Dus maar los van uitzonderingen, ieder mens heeft zijn reden voor, wat, voor de dingen die hij niet doet, snap je? Mm -hmm. Ja. En het is jouw zaak gewoon niet, heel simpel. Ja. Het is niet jouw zaak, want jij kent hun niet. Je weet niet waarom mensen dingen doen die ze doen. Dus je moet je daar oh. gewoon ook niet mee bemoeien. En als je daarom spokes niet meer wil luisteren, ja, zo well, ja, so be it, man, dan moet je niet meer spokes luisteren toch. Maar ik vind het zelf hypocriet. Dat begrijp ik, begrijp ik. Kijk, ik moet wel zeggen, ik, ik vraag het nu aan jou. En ik weet niet of je ervan had gelezen, die, die zaak, zeg maar, van Octavian. Nee, niet eens. Nee, nee, Oké, okay. eerlijk gezegd, ik denk nee, dat je wel anders, iets anders zegt als je zeg maar, al dat bewijs ziet. Want er is echt veel bewijs. En mijn conclusie was van deze guy, hij is gewoon helemaal psycho eigenlijk. Hij sport echt voor geen meter man. Ja, ja tuur gaat tuurlijk. Ver, maar ja, ik bedoel, ver, ja. Uh, die ene guy, heet uh, ja, hij, die XXX. Hij heeft ook dingen gedaan met zijn vrienden in Bro. Ja, uh, uh, yeah. hij heeft ook dingen gedaan met zijn vrienden, snap je? Ja, 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 ja klopt, klopt. Ook heel klopt. veel bewijs. Maar ja, ja klopt, klopt, mensen sporten hem wel. Alsnog. Dus hoe groot moet je dan zijn -9 dat 9 -9 mensen het gaan accepteren? Van, ja, Dat Doe de bedoel de tijd, ik, snap dan. je? Dus ik bedoel maar, uh, hoe groot moet je dan zijn dat uh, ja, klopt. mensen dan opeens wel van je gaan accepteren? Ja, klopt. Dan moet je ook een grens trekken. Dan moet je ook gewoon straight zijn. En zeggen van oké, okay, dan doe ik het bij iedereen. Maar niet ja. bij de een wel, bij de ander niet. Ja, precies. Dat is wat nu heel erg gebeurt. Oh ja, ja. R. Kelly trouwens. is ook een goed voorbeeld natuurlijk. R. Kelly. Maar... Wat had hij nou gedaan? Kinderen misbruiken? Nou, hij heeft volgens mij heel maar zijn leven lang... Hij was iets lang, met heeft heel zijn leven lang volgens mij heel veel vrouwen gewoon misbruikt. En minderjarigen en uh, weet ik maar veel. Maar wat heeft allemaal. die tegen precies gedaan? Heeft hij echt gedrogeerd en zo? Of? Hij heeft haar... Uh, zij had zeg maar foto's laten zien van haar verwondingen... Dus hij was gewoon fysiek tegen haar. Uh, ze had video's waarin hij haar helemaal belachelijk maakt. Ja, het gaat, gaat sowieso te ver. Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk. This is because yes. you're stupid. Dit ja, echt, nee, kijk, het, echt, het gaat het sowieso te ver. Dat, dat snap ik. Het gaat sowieso echt te psychologische ver. Psychologische uh, games ja. speelde die gewoon, snap je? Ja, kijk, het gaat sowieso te ver. Dat, dat natuurlijk op nummer één. Het kan niet, snap <laughs> ja, je? Dat, echt ver. Dat, als u mij een mening vraagt van vind je het kunnen? Nee, natuurlijk vind ik het niet kunnen. Hmm. Maar om te zeggen: van ga je muziek niet meer luisteren. Dat heb je altijd al ja, gedaan, pff. snap je? Ja, dat is al... Misschien gaat er nu weer, nu dat dit gebeurt, gaat er misschien weer een hele andere muziek uit hem komen. Ik denk dat zijn carrière echt klaar is. Ja. <laughs> Hij is gedropt door zijn label. Media gaat echt ni niks meer met hem doen, denk ik. Ja, ja je weet, je weet het nooit, maar er zijn altijd wel dingen: media, media die het overnemen, ja, die dat interessant vinden. Ja, dat dus wel. Voor alles krijg je publiciteit. Of je nou iets goed doet of iets slechts doet. Je krijgt <coughs> altijd wel die publiciteit, waar. snap je? Ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Uh, even kijken. Ik had nog een, uh, een stukje, This or That. Hmm? Deden bij een andere aflevering <coughs> ook. Maar nu even iets andere, want ik wilde hierbij focussen op Nederlandse artiesten. Hip-hop-artiesten ja. specifiek. Dus ik noem twee artiesten en dan moet jij kiezen welke jij uh, lower uh, vindt: ja. Busy of Dowboy. Dopeboy. Kulas of Blakka? Ja, dat is een duo toch? Ja. Wie van de twee? Ja, Welke van de twee je harder vindt? Uh, ja, Blakka, denk ik. Ja. Ja. Frenna of KM? KM, man, 100%. Brein MG of M's? Dat is misschien een beetje oneerlijk, oh. maar. Oh. <laughs> ik ga dat toch wel kiezen? Moet ik kiezen? Ja, als ik echt moet kiezen, M's, man. Ja. ja. Maar het is ook een beetje oneerlijk. Hij heeft ook al langere. Ja, meer, meer body. Klopt. Yes. En als laatste, Lopez of Fabian? Oh, Fabian. De. oh de. <laughs> <laughs> Kan je niet gooien, man. <laughs> <laughs> kan je niet gooien. Uh, uh... Oké, okay, je, je hoeft niet te kiezen, man. Voor de mensen thuis, dit zijn dus ja, ja, twee, gaan het, twee ja, vrienden ja. van hem. Die zijn ook artiesten. En ik laat hem nu kiezen tussen twee van zijn goede vrienden. Ze gaan <laughs> okay. het sowieso niet ja opvatten, natuurlijk. <laughs> <laughs> Dat niet, maar ze, ze, gewoon, ze, hebben allebei, ze zijn allebei hard, snap je? Dan ja. zou ik geen pokus met ze maken. Ja. Um, maar ja, ze hebben gewoon allebei hun eigen ding. Wat vind je, wat wat de je de harder? Harde de... an... Wat ik hard aan ze vind. Ja. Zeg maar, wat vind je van de ene hard en wat vind je van de bij, andere? Ja, bij Fabian zie ik gewoon... Uh, vind ik het hart sowieso zijn stem natuurlijk. Dat is zijn stem gewoon. Hij kan goed zingen. Dus dat vind ik dope. Hij kan goed melodielijnen verzinnen. Ja. Dat soort dingen. Die giezel. <laughs> en uh, ja, bij Jamo vind ik de lyrics altijd hard. Gewoon dat gevoelig goed over kunnen brengen. Gewoon met gevoel kunnen zingen. Ja. Um, ja, man, dat eigenlijk. En, uh, ja, bij Fabian heb ik nog, maar dat zeg ik ook gewoon zelf tegen hem, dat hij kan verbeteren. Dus de lyrics, gewoon echt daarop focussen. Uh, ja. ja. Op, op zijn lyrics. Dat kan, dat kan beter. Ja. Dat zeg ik hem ook. Probeer ik hem ook altijd gewoon bij te helpen. Ja, natuurlijk, dat is goed, toch? Ja, en bij JMO, uh, doorzettingsvermogen, man. Vind ik, <laughs> dat, ik vind dat dat beter kan. Ja. Dat uh, meer jezelf meer pushen om echt uh, die studio in te gaan. Dat is bijvoorbeeld wat bij Fabian weer beter is. Die, uh, Want zijn dit... Zijn dit... Twee jongens waar je, waar je altijd al zeg maar vanaf het begin al muziek mee maakte of hoe is dat gegaan eigenlijk? Uh, Jamo heb ik leren kennen op de middelbare school toen ik van uh, PMO naar HAVO ging. Mm -hmm. uh, toen uh, zat ik in HAVO mm -hmm. 4, bleef ik zitten, toen kwam hij in die klas waar ik uh, toen inging toen ik bleef zitten. Toen dus ja. heb ik hem zo leren kennen. Ik maakte toen natuurlijk al muziek en uh, ja, ik heb hem een beetje toen meegenomen ja. eigenlijk. En Fabian is weer terechtgekomen bij mij via een andere mattie. Uh, ik kreeg gewoon een keer een pokketje doorgestuurd van hem, want ik was op zoek gewoon naar andere jongens uit de buurt die ook muziek maakten, snap je? Ik had toen mijn eerste clip gedropt, die ging best wel lekker. Dan werd ik wat bekender in was de het? buurt. Welke uh, was Montré, man. Gervais Montré. Okay. Ja, uh, die ging toen gewoon lekker werd ik meer herkend en zo. Mm -hmm. Toen dacht ik van, weet je, er zal vast wel meer talent zijn in de buurt. Mm -hmm. uh, was ik daar een beetje naar aan het zoeken en op een gegeven moment stuurde een andere mattie van mij. Uh, die stuurde een demootje van Fabian. Mm -hmm. Ja, was niet super, super opgenomen of zo. Maar ik hoorde wel van, hij heeft wel... Zit hij, iets in. Heeft, er zit wel iets in, mm -hmm. weet je. Alleen, hij heeft de juiste mensen om zich heen nodig. Mm -hmm. Hij heeft een goede studio nodig. Iemand die uh, ja, een beetje verstand van opnemen heeft, dat soort dingen. Ja. En ja, zo is hij eigenlijk een beetje in de groep uh, gevallen, man. Ja, oké, okay, nice. Uh, en je zei... Uh, je zei heel overtuigend KM, trouwens. Ja. Je hoeft er helemaal geen seconde over na te denken. Nee, man. KM <laughs> is echt een van mijn favoriete artiesten. Maar waarom nou? dan? Nou, ik vind hem gewoon, uh, gewoon doop, man. Ik vind zijn stem hard. Hij kan goed zingen, natuurlijk. Ik uh, het wel met een beetje autotune Boeien. Hij kan goed zingen, gewoon. Yep. Goede melodielijnen. Het is altijd catchy. Ik heb nooit een pokoe van hem dat ik zeg: van nee, man, dit is nep. Dat heb ik echt nooit gehad mm -hmm. bij een artiest. Ja. Bij, ik heb wel bij hem in ieder geval. Ik heb bij KM veel artiesten wel dat er iets erop dat ik denk: van nee, man, niet hard. Ja, tuurlijk. Maar bij hem vind ik echt alles hard. Oké. Okay. Uh, ja. Hij kan ook gewoon uh, straatpokkoes maken. Ja. Op zijn eigen manier dan. Ja. ja. Kan alle soorten stijlen. Ook allround gewoon. Qua artiest. Ja. Nou ja. Dat kan ik. Ik vind mezelf ook veelzijdig. Ja. Dat vind ik bij hem ook. Ja. echt op die manier man. Ja. Ja. Interessant. Het is wel heel heel duidelijke patroon uh, te zien in de artiesten ja. die, uh, die, uh, die je hard vindt. Ja. ja maar dat is, wel, dat is wel mooi om te zien. Oké. Okay, ja dan uh, even kijken. Dan gaan we bijna afsluiten. Uh, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? nabije, nabije. toekomst. De nabije toekomst. <laughs> uh, ja, veel aan mezelf werken, man. Veel uh, meer in mezelf investeren. Uh, ja, nog meer, nog meer streams behalen natuurlijk. Uh, ja, wat ik nu aan het doen ben, voortzetten. Gewoon veel releasen, veel uitbrengen, veel van mezelf laten horen. Mm -hmm. uh, ja, ik wil toch nog meer mensen bereiken... Uh, ja, meer engagement krijgen. Op meer fans. Weet je? Op Instagram, op social media, dat dat hoger wordt. Want ja, de streams zijn nu daar. De luisteraars zijn daar. Maar ik wil dat ook overzetten, gewoon yeah. in bekendheid, zeg maar. Dat mensen mij kennen. Fans. Mensen laten zien wie ik ben. Dat wil ik, uh, dat wil ik gaan verbeteren in de toekomst. Oh, mooi, man. Ja, man. Oké, okay, dus mensen moeten jou volgen eigenlijk dus. Eigenlijk wel, man. Eigenlijk. <laughs> wat, is oh, de... wat is je Instagram? Zerocept Deu. Ik weet niet of iedereen het kan spellen, dus we gaan het maar even in de beschrijving oh, moeten ja. zetten. Zerocept Deu. Zerocept Deu. Ja, man. Oké. Okay. En, uh, oké. Okay. Nee, is goed, man. Wil je nog wat kwijt? Of zijn we iets, iets vergeten? Of wil je nog terugkomen op iets wat we hebben besproken? Uh, ja. Nog terugkomen op iets... Nee man, ja, ik wil sowieso eigenlijk nog wel even een shout-out doen aan Mark, man', want we hebben niet echt gepraat over een man achter de schermen. Ja toch, klopt man. Maar die is wel heel belangrijk man, natuurlijk, want uh, zonder hem dan, uh, was het nu ook niet zo hard gaan. Ja, ja. En wie is Mark? Mark Walbomers. De mensen thuis, de, ja. de platenbaas, de, de patroon toch? De patron. De man. Man. de man die het uh, allemaal mogelijk <laughs> ja. maakt. Ja man. ja man. En uh, ja, ik had bijvoorbeeld, uh, voordat ik met hem uh, werkte, had ik veel minder streams. Ik heb het nu al meer dan tien keer. Ja. Het is tienvoudig. Ja, dit jaar. En toch wel omdat hij ook gewoon uh, hard voor mij zijn best heeft gedaan, snap je. Mm -hmm. ja. En uh, zijn contact heeft gebruikt om mij uh, ja, een beetje te pushen. Ja. Ja, man. Ja, dat is wel trouwens in een hele stikke prestatie. Tien keer. Je bedoelde inderdaad toch je streams van 2020. Ja. Op dit moment zijn ja. al tien keer zoveel als 2019. Meer, ik had 90.000 streams vorig jaar. En nu is het al echt over de, over de miljoen. Ja. Meer 1,2 ja, miljoen en zo. En dan heb ik nog niet eens al mijn tracks uitgebracht die nog moeten komen. Mm -hmm. Ja, precies. We zijn er nog niet eens ja. aan het einde van het jaar. Daarom. Oké, okay, nee, dat is mooi, man. Dus dat betekent veel mooie dingen in 2021. <laughs> ja, man. Sowieso. Oké, okay. nee, dan gaan we daarmee afsluiten, man. Bedankt voor het uh, komen. Ja, man, thanks for having me zoals ja, Geen probleem. In de toekomst kom je vast nog een keer hier, hier even ja, zitten man, en praten. 100% man. Wie weet <laughs> dan gaan zijn er dan streams, dan nog, meer, nog meer mensen kijken zijn streams keer duizend podcast, Ja, toch? Ja, man. <laughs> Oké, okay, is goed. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Vergeet yes. niet te, te abonneren of volgen op Spotify. En uh, doei. <laughs>